Van harte goeiedag en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. U weet het, in het programma krijgt u dus informatie, u krijgt inzichten en u krijgt vooral de laatste updates met betrekking tot de COVID-19-pandemie die Suriname nu dik in haar greep heeft. Kijken we naar de website van het COVID-19 Management Team, daar zien we de volgende cijfers. Positief getest 229 mensen. 176 actieve cases, wat inhoudt dat 48 mensen genezen zijn verklaard. En dan het cijfertje 5, wat aangeeft dat we nu 5 personen hebben die overleden zijn als gevolg van dit virus. Er zijn nu 253 mensen in quarantaine. Dat is de stand van zaken. Het ziet er niet zo mooi uit. De vlucht die de afgelopen 2 weken genomen heeft, is schrikbarend. En ik denk dat Suriname nu echt wel op scherp staat om verspreiding van dit virus tegen te gaan. Nou, in dit programma hebben we altijd een gast die de zaak bekijkt vanuit zijn of haar oogpunt. En vandaag hebben we op bezoek Raimil Manishant. Hij is directeur van Agrofix Alpha Control. Raimil, van harte goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen. Ik ken Raimil heel goed vanuit de sport. Dus ik denk dat we elkaar gewoon gaan tutoyeren met Raimil, je en jij. Raimil, we zitten in een hele lastige situatie. Gisteren was weer zo'n dag dat we doden hebben moeten bijschrijven op de totaallijst. We staan nu op 5. Maar goed, de afgelopen 2-3 weken waarin het zo'n vlucht genomen heeft, als persoon Raimil Manishant, hoe ervaar je dit? Dat is eng. Schrikbarend, zoals je net hebt gezegd ook. Het aantal doden dat we kregen, het stijgt. Het probleem is wel, we moeten ons houden aan de regels. En ik geloof er wel in dat als je je houdt aan de regels, thuis blijft en dergelijke, dat het verder verspreiden ervan een beetje ingedampt kan worden. Het is verontrustend. Mm-hmm. Ik ken jou voornamelijk vanuit de motorsport, wat aangeeft veel vrijheid en blijheid, veel in de natuur. Dat kun je niet doen. Hoe vang je dat op? Nou, batterij van die motoren allemaal losgekoppeld alvast, want die rijden voorlopig niet. Hoe vang je dat op? We liggen zo goed als stil wat betreft de motorsport. Economisch gaat het ook al een stuk minder. Dus als je nou die COVID erbij hebt, dan ben je eigenlijk voorlopig heb je alles geparkeerd. Mm-hmm. Mis je het? Mis het verschrikkelijk. Oké, ja. maar dat moet wel, hè? Moet wel. Even doorbij. Maar je gaat andere hobby's oppakken. Ik ben nou harder bezig te sleutelen aan dingen die ik nooit eerder zou hebben gedaan of heb laten liggen. Dus ja, je houdt je wel bezig met de hobby. Binnen de omstandigheden die er zijn. Ja, het goede uit het minder goede halen. Precies. Oké, we hebben je hier als directeur van Agrofix Alpha Control. Als je kort aangeeft wat deze bedrijven allemaal doen. Waar staat Agrofix voor? Waar staat Agrofix Alpha Control voor? Nou, Agrofix kennen we al 45 jaar uit de landbouw. Voornamelijk een leverancier van landbouwbestrijdingsmiddelen, kunstmeststoffen en andere landbouwinputs. We hebben dan ook Alpha Control, dat is onze bestrijdingsdienst, die oorspronkelijk gestart is als een ongedierte bestrijdingsbedrijf. En de afgelopen 2 jaren hebben we ons gespecialiseerd in het is een nieuwe dienst die we hebben ontwikkeld voor het bestrijden van virussen, bacteriën en schimmels. Ze afvragen van waar heb je dat nodig, maar ik denk bijvoorbeeld aan een simpel ding als een parvovirus van je hond. Kunnen we dus ook behandelen, niet alleen die vlooien op je erf. Maar dan hebben we ons bezig gehouden met die parvovirus. Zo kan je verder gaan en op een gegeven moment belanden we in de pluimvee. En dat is eigenlijk een beetje het geluk geweest dat we hebben gehad om deze COVID-19 virus te kunnen aanpakken. We zijn 2 jaar geleden hiermee gestart, we hadden het equipment, we hadden wat middelen in huis. Omdat we dan met een grote pluimvee een teler. En in het slachthuis hadden we afspraken. We hebben daar samen mee gelopen in trainingstrajecten. En uiteindelijk zijn het allemaal virussen. Het enige waarvoor je nu bang bent, is dat de mens hiermee besmet kan worden. We kregen dan informatie ergens rond december, januari van onze leverancier. Maar ja, het probleem is, China zijn ver van je bed. Mm-hmm. Je denkt van, het komt toch nooit. Je wordt dan klaargestoomd voor COVID-19, maar eigenlijk is het nog steeds niet iets. We hadden het idee dat in de tropen niet zou gedijen. We hadden het idee dat het nooit naar Suriname zou kunnen komen. En toen was het er. In principe zit alles wat bedrijfsleven
betreft, met uitzondering van de essentiële bedrijven, ligt alles plat. Als bedrijf, de winkel is nu, de winkel Agrofix is bijvoorbeeld nu gesloten. De bestrijdingsdienst draait voornamelijk alleen op virusbestrijding. Want ja, in de huishoudens word je geweerd. Je kan nog alleen maar diensten leveren voor essentiële bedrijven, voor preventie. Wat de gangbare ongedierte betreft. Maar voor de rest ligt alles stil. En je hebt dan gezinnen die je moet verzorgen. Werknemers en dergelijke. Het zit er een beetje... Het gaat niet gemakkelijk. Oké. Dat snap ik. Veel ondernemers zijn de dupe geworden van dit heel COVID-verhaal. Uh-huh. Maar nu blijkt dat jullie als Alpha Control wel een bijdrage kunnen leveren in, zeg maar... de bestrijding van het virus. Jullie worden ook ingezet. Wat is jullie bijdrage? Wat moeten jullie doen? Nee, laat me beginnen te vragen. Van waar, wie is de instantie, welke instantie heeft aan jullie gevraagd om die bijdrage te leveren? Een deel kwam zelf door lobbywerk. We hebben bijvoorbeeld, dit allemaal begon echt met onze partner als eerste, de Torarica Groep. Daar zitten we al jaren, enkele jaren, als ongediertebestrijdingsbedrijf bij. En we hebben vanaf dit begon, ergens rond februari, serieuze vormen begonnen aan te nemen. Hebben we met ons personeel samen en met het management van Torarica hierover gesproken en gekeken van als dit zou komen, hoe gaan wij ermee om? Torarica heeft van zijn kant uit trainingen gedaan van het BOG en intern ook. Wij hebben met een consultant, Trifold, hebben wij samen een trainingstraject voor onze werknemers opgezet. En al heel vroeg begon Torarica al met het preventief ontsmetten van de ruimtes van de mensen uit het buitenland. Zeker wel de crews die kwamen, de vliegcrews, want daar loopt het risico. Gasten waren er waarschijnlijk minder, ik heb daar geen inzage in, maar het gaat erom dat de Torarica groep al direct klaar was voor een preventieplan. Heel veel ervaring daarop gedaan en daar ook kennis gemaakt met het team van BOG. Waarmee we al relatie hadden, maar je moet het vertrouwen, is dan een gegeven moment gekomen. En dan staan er samenwerkingen. Ik denk aan instanties als de RGD, maar ook onze vrienden van Surkat, die ik ook ken vanuit de motorsport. Daar werken we nu samen mee. En nu komen er grotere bedrijven bij kijken. En wat doen jullie? Wat doen wij? Wij ontsmetten met speciaal daarvoor bestemde ontsmettingsmiddelen, niet gangbare chloor en dergelijke dingen die oppervlakken aantasten. Het moet ook nog veilig zijn voor mens en omgeving. Mm-hmm. Sommige spullen moeten zijn food grade, dus veilig voor de voedselindustrie. En daarmee gaan we te werk. We vernevelen in hele kleine microns. En microns zijn eigenlijk is een afmeting die je geeft voor... in principe zou je centimeters willen aangeven, okay. Maar het is veel kleiner. Okay. Je moet ergens dat coronavirus kunnen raken en die is heel klein. Mm-hmm. En met het speciale apparaat kan je dan je vloeistof, je desinfectant, kan je heel fijn vernevelen in de ruimte. Zodat je alle oppervlakken wat je normaal niet kan raken, kan behandelen. En daarna wordt het afvegen van de oppervlakken die je doorgaans, net als dit, aanraakt. Mm-hmm. Zodat die ruimte veilig is. En het heeft nawerking. Ja, dus we hebben wel een redelijke bijdrage en ik ben er blij mee. Het is niet makkelijk om je mensen aan boord te houden. Het is best een enge job. Voor het eerst zitten we in een oorlog tegen een vijand die we niet kunnen zien en in principe overal is. Mm-hmm. Best eng. En stel dat ATV zegt, Agrofix, ik wil dat je hier ontsmet. Jullie komen, jullie doen je job. Wat is dan gegarandeerd? Gegarandeerd dat je de komende 4 dagen zeker niet, het heeft nawerking het spul, dat je vrij bent van het virus, mits je een besmet persoon in de ruimte krijgt, die op allerlei rare manieren de plaats vervuilt. Mm-hmm. Dus een heel groot deel van de verantwoordelijkheid ligt bij jullie zelf. Mm-hmm. Als je, en dat geldt ook voor de mensen die naar huis gaan, weet je, je ziet dat mensen veel sanitizen, ze dragen maskers. Maar zodra ik van hier weg ga, dit is een vreemde ruimte voor mij. Het liefst blijf ik in mijn eigen kantoor, in mijn auto en thuis. Ga niet zoeken in een winkel omdat je je verveelt. Als ik van hier weg ga en ik ga naar huis, is leuk dat je handen hebt gesanitized, maar eigenlijk
Ik kleed me uit op mijn balkon. Ik laat mijn kleren, mijn schoenen, alles laat ik beneden. En ik ga gewoon in mijn jockey naar de badkamer regelrecht. De deur wordt voor me opengemaakt en dan ga ik me schoonmaken. Want te weinig mensen houden daarmee rekening. Het kan aan je kleren zitten, het kan anything aan je laptop case zitten, het kan aan je telefoon zitten. En je legt het zo neer en iemand in je huis pakt die telefoon. Dus het is niet alleen het handen sanitizen, maar ook meer op jezelf letten van welke vorm van besmetting je met je meedraagt. Mm-hmm. En jullie andere job als ongediertebestrijding, rattenkakkelijken, weet ik veel, ligt dat stil? Het ligt stil. Vanuit onze kant zelf hebben wij gesteld dat we niet naar huishoudens gaan. Eén, om onze eigen jongens niet bloot te stellen aan een potentiële besmetting. Maar omgekeerd ook de klant niet met ons onnodig in contact is. Het is hard, je gaat natuurlijk kosten in derving hebben, maar onze dienst beperkt zich alleen maar tot de essentiële bedrijven. Ik denk dan aan de broodfabrieken, de waterproducenten, levensmiddelenleveranciers. Daar doen we nog wel de diensten voor. Dus er zit nog wat klein inkomen bij. Oké, en dan is natuurlijk belangrijk, de gemeenschap wordt hiermee geconfronteerd. De gemeenschap moet het doen zonder een aantal hele belangrijke zaken. Bijvoorbeeld, als iemand veel rat op het erf heeft of ongedier op het erf heeft en Agrofix zou inschakelen, dan kan dat nu niet. Belangrijk is, wat zijn de minimale dingen die zo iemand zou moeten doen om te proberen ongedierte te bestrijden? De basis van alles ligt in onderhoud en schoonmaken, hoor. En dan ook weer voor het virus. Doe je dat, dan heb je een heel groot deel van je ongedierte probleem en je virusprobleem al onder controle. Mm-hmm. Strijders zijn naar jezelf, hè? Ja, klopt. Om terug te gaan naar het ontsmetten, behalve jullie, heb je het idee dat er meer bedrijven, dat er meer instanties moeten worden ingeschakeld, zodat op een groter plan ontsmet kan worden. We hebben filmpjes van China gezien waarbij ze met hele grote spuitwagens rondrijden en hele straten bespuiten. Heb je het idee dat dat een oplossing is? Er zijn meerdere bedrijven die dit doen. Er zijn ook individuen die een business oppakken en zeggen van we gaan ook hierin zitten. Maar ik wil voorzichtigheid betrachten daarmee. De tijd en energie die wij als bedrijf erin hebben gezet, is enorm geweest. Als we een trainingstraject hebben gezet voor 16 man, waren de eerste ronde waren maar 10 mensen geslaagd ervoor. Omdat je ten eerste jezelf ook nog veilig moet kunnen stellen. Je moet voorzichtig omgaan met waarmee je bezig bent. En daar heb ik wel eens filmpjes gezien van hoe er wordt in een openbare aangelegenheid, hoe er wordt ontsmet door een bedrijf. Nogmaals, er zijn een heleboel goede bedrijven tussen, maar je moet voorzichtig mee omgaan dat je het publiek geen vals gevoel van veiligheid geeft. Mm-hmm. Ja, want je kan hebben het schoongemaakt. Maar het verschil tussen gewoon schoonmaken en echt schoonmaken. Ja? Ja. Dus daar moeten mensen op letten. De overheid doet ook veel van hun kant uit, de biologie. Ik denk dat die handen tekort komen. Dat is zo'n beetje. En dan een beetje persoonlijke mening. Jij bent heel erg voorzichtig als je beschrijft hoe je naar huis gaat, als je beschrijft hoe je meteen de badkamer inloopt. Aan de andere kant zijn er critici die zeggen, de informatie die gegeven wordt, daar moeten we voorzichtig mee zijn, want het kan paniek veroorzaken. Het hoeft niet zo erg te zijn. Hoe sta jij daar tegenover? Zijn mensen genoeg bewust van de ernst van deze situatie of wordt het te veel benadrukt? Het is nooit genoeg benadrukt, want je ziet nog steeds op hoeken van de straat. En ik ga dat maar gewoon zeggen, ik zie nog steeds op de Hoge Straat, ondanks er een lockdown is, zie ik op twee hoeken, zie ik nog mensen staan zonder PPE, zonder een masker. Dit is sanitizer, de enige sanitizer die ze bezig hebben is waarschijnlijk sterke drank, sorry. Het kan gewoon, het gebeurt nog steeds. Ja. En dat is dus je dat kan is... er niet genoeg naar benadrukken. Ja. En weet je, die angst mag er zijn. Misschien wordt het daardoor voorzichtiger. Mm-hmm. En dan zijn we nu in een fase, er komen elke dag komen er besmette cases bij. Ja. Koffiedik kijken hoor, hoe zie jij de eerstkomende 2 weken, 3 weken?
Wel, ik zit een beetje dichter bij de activiteiten omtrent dit alles. En naar mijn mening, en het is dan niet mijn deskundigheid om daarover dus een voorspelling te doen, daar heb je virologen, analisten en zo voor nodig. Maar mijn gevoel, sinds de clusters zijn ontdekt, heb ik het gevoel wel dat de cases contained zijn. En het nu weer onder controle lijkt te komen. Nou, er zijn we elke dag meer cases. Er zijn elke dag meer cases, maar ze hebben dus nu, als ik het goed begrijp, hebben we nu de veroorzaker, de bron van de problemen hebben we al ontdekt. Nu kan je het hele trek van besmetting kan je dan gaan opsporen. Dus ik geloof wel dat het binnen korte tijd onder controle komt. En was het belangrijkste dat mensen moeten doen om daartoe een bijdrage te leveren? Sowieso eerlijk zijn naar jezelf toe. Ik heb een geval meegemaakt waarbij iemand zegt, ik voel een kriebel in mijn keel. Ik hoest. Ik had koorts gisteravond. Dan moet je het even niet voor jezelf houden. Je moet je mensen in je omgeving, direct je gezin, mensen met wie je omgaat de hele dag, moet je direct informeren. Of jezelf beginnen af te zonderen. Dus je moet eerlijker zijn naar jezelf. En direct de controlemaatregelen aangrijpen. Ja, je moet dapper zijn weer bij je gaan bellen van, hey, ik voel me niet goed. Mm-hmm. Oké, maar dat moet je gewoon doen. Ja. Want je bent een gevaar. Je bent net zo gevaarlijk als een eigenlijk is het bijna crimineel. Goede eerlijk. Ja. Ja. En mensen moeten dat gewoon doen. En ja, er wordt nu gezegd van de clusters, er is al een beetje ontdekt waar ze vandaan komen. Veel heeft te maken met niet-Surinamers. Geeft dat een wrang gevoel? Ja. Je vraagt je toch af hoe die mensen binnen kunnen komen. Ondanks de grenzen zijn afgesloten en bewaakt. Hoe is dat mogelijk? Mijn gevoel zegt dat Defensie veel meer kan doen. Ik zie geen militairen. Sorry. Ik zie geen militairen. In de jaren 80 zag ik ze overal. Ik kon geen voet op straat zetten. Ik was nog een kleine jongen. Maar natuurlijk wil je ook weer niet daar naartoe gaan. Maar ze moeten onze grenzen moeten toch wel goed bewaakt kunnen zijn. Hoe kunnen deze mensen binnenkomen? Zoveel mm-hmm. mogelijk lieden zijn er niet. Ja. Ja. Zo makkelijk is het ook niet, hè? Nee. Die grensrivieren die zijn ontzettend lang en de mensen die daar wonen, die kennen ze op hun duimpje. Dus het is wel een pittige job. Ondanks hoe komen ze naar de stad? Ja. Maar, dus daar kan er nog wat verbetering plaatsvinden volgens jou? Ja, maar ik ben geen professioneel op het gebied. Ja. De ongediertebestrijding ben ik goed in. Oké, we gaan ook eindigen met het gedeelte van ongediertebestrijding en ontsmetten. Aan jou het laatste woord. Voor de gemeenschap, als het gaat om ontsmetten, daar ben jij wel heel goed in, naar omstandigheden van de mensen thuis, wat raad je ze aan? Wat ik zie vanuit mijn vakgebied is dat we heel goed zijn in het sanitizen, we weten dat we een mondkapje moeten dragen, maar nogmaals wil ik erop benadrukken, als je naar huis gaat, hou ook rekening mee dat de auto waarin je bent gestapt, dat je daarin niet dat je die ook schoonmaakt. Let op, net wat ik zeg, je kleding, alle attributen die je meeneemt, dat je die ook in quarantaine zet of behandelt voordat je ze in je huis brengt. Want heel snel heb je al je huis verontreinigd. Ik zeg dit omdat we in ons vak, in de hele traject van ontsmetting, heb ik vaker huizen gezien. Het is moeilijk te meten als er een virus is, maar de manier waarop het binnen is gekomen, is gewoon doordat je niet streng genoeg naar jezelf bent geweest. Een beetje stommiteit, dus let op jezelf. Er zijn meer dingen dan alleen maar je handen sanitizen en een masker opzetten. Maar bescherm je omgeving. Wees gewoon streng op jezelf. Dankjewel, Raimil Manishan, directeur van AgroFix Alpha Control, voor jouw bijdrage. Jullie doen een goede job, hou zo. En laten we hopen dat we dit virus heel snel kunnen containen. Dank je. Nou, dat was dus Raimil Manishant van AgroFix en zij leveren een bijdrage aan onder andere het ontsmetten van plekken. Dat is heel erg belangrijk, maar wat hij eigenlijk aangeeft in zijn laatste statement is dat er een stukje zelfverantwoordelijkheid bij de mensen ligt. En hij sprak voornamelijk over het stukje van hygiëne. Let op hoe je omgaat met jezelf, met je huisgenoten, met je huis, met je auto, met je
alles waar je in contact mee komt. En daarnaast, dat wil ik eraan toevoegen, er zijn lockdown maatregelen, er zijn dagen waarop bepaalde mensen de straat op mogen. Challenge de organisaties niet. Challenge de politie niet. Notak mo soort de man tak toch mo boro en te boro ik valik. In ook valik. Je hebt alleen maar jouzelf en anderen in gevaar gebracht. Natuurlijk kunnen ze niet overal controleren. Maar dat stukje controle moet bij de gemeenschap zelf liggen. If anu you beurt, no go na strati. Dat is waar ik mee wil eindigen. Bedankt voor uw aandacht en voor een andere aflevering. Graag tot morgen. Goeiedag.